Dit programma wordt je aangeboden door de Kamer van Koophandel Brabant. We zijn in Dongen bij Van Schijndelmetaal. Dit bedrijf is actief als toeleverancier van producten van plaatstaal. Voor de elektronica, winkelinrichting en voedselmachinemarkt. Dat betekent dat bijvoorbeeld een bedrijf dat koffieautomaten maakt, de plaatstalen onderdelen hier kan bestellen. We volgen de fabricage van onderdelen voor een koffieautomaat. Een koffieautomaat bestaat voor een groot gedeelte uit plaatstaal, vooral de omkasting. Allereerst wordt er een technische tekening gemaakt. Meestal is het product een samenstelling van verschillende te maken onderdelen. De tekening bevat een zogenaamde uitslag van ieder onderdeel. De uitslag is het onderdeel in vlakke vorm, alsof je een doos openvouwt en plat neerlegt. De tekening gaat samen met een werkinstructie naar de afdeling vlakke plaat. Zij maken de uitslagen door platen staal te ponsen of te lasersnijden. Het type plaatstaal waar de onderdelen van de koffieautomaat van gemaakt worden, heet elektrolytisch verzinkt plaatstaal, oftewel zinkor. Dit materiaal heeft een voorbehandeling ondergaan om roestvorming te voorkomen en komt zo kant en klaar bij ons binnen. In de juiste dikte en het juiste formaat op pakketten van 2000 kilogram. Sommige onderdelen worden geponst op de ponsmachine. Hierbij worden vormen uit de plaat geponst met behulp van stempels. Het is een volautomatisch proces. Dat wil zeggen dat de platen op de machine worden gelegd en de uitslagen van de producten er kant en klaar van afkomen. Andere onderdelen worden gesneden op de lasersnijmachine. Deze machine smelt met behulp van laserlicht een lijn door de stalen plaat. Dit gebeurt heel precies, namelijk op de 100ste millimeter nauwkeurig. Het gesmolten staal wordt weggeblazen door stikstofgas. Wat overblijft is een mooie strakke lijn door het staal die alle vormen aan kan nemen die men wil. De lasersnijmachine heeft veel energie nodig om door het staal heen te snijden. Deze machine heeft een kracht van 4 kilowatt. Wat overblijft van de plaat zinkor wordt uiteindelijk opnieuw gebruikt in de hoogovens om er nieuw staal van te maken. De onderdelen worden ontbraamd, zodat de scherpe kanten eraf gaan. Daarna worden de onderdelen gebogen op een kantbank. Dit vereist veel kracht. Deze kantbank heeft hiervoor 80 ton ter beschikking. Dit moet uiterst precies gebeuren, anders passen de onderdelen niet in elkaar. De kanter zorgt dat het product niet meer dan 0,3 mm afwijkt van de plaat op de tekening. Er worden moeren, draadeindes en binnendraadbussen in de onderdelen geperst. Als alle onderdelen gereed zijn, kunnen ze samengevoegd worden zodat een kast ontstaat. Als de kast is samengesteld, krijgt ook deze nog een kleur. Dit gebeurt door de kast te poedercoaten. Poedercoaten is een laksysteem zonder vloeibare lak, maar met lak in een poedervorm. Deze poeder bestaat naast kleurpigment uit polyester en epoxy. De poeder die uit de poederspuit komt, heeft een kleine negatieve elektrische lading gekregen. De kast aan de band krijgt via de band een kleine positieve lading. Hierdoor wordt de poeder statisch naar de kast toegetrokken. Door het verschil tussen de negatieve en positieve lading groter of kleiner te maken, wordt de laagdikte van de poeder dikker of dunner. In de oven is het 200 graden. In de oven smelt de poeder tot een egale laag. Moffelen wordt dit proces ook wel genoemd. Als de kasten uit de oven komen, zijn zij direct klaar om ingepakt te worden. De producten hoeven nu niet meer uit te harden. Daarna is de kast gereed om te verzenden naar de klant, die er met andere onderdelen een volledig werkende koffieautomaat van maakt. En zie hier, alweer zo'n mooi product van Brabantse bodem. Daar kunnen we trots op zijn.
In deze aflevering van Brabantse Bodem volgen we een product dat letterlijk van Brabantse Bodem komt. We zijn bij Hak in Giessen en omgeving, waar het ook in oktober volop oogstseizoen is. De telers zijn dan druk bezig met het van het land halen van rode kool. Rode kool is een van de bekendste koolsoorten die wij kennen in Nederland en wij eten het dan ook graag het liefst met appeltjes. De rode kool groeit op de velden rond de fabriek in Giessen. De keurmeester bepaalt of de rode kool rijp is. Pas na een grondige kwaliteitscontrole mag de kool worden geoogst. Direct daarna gaat de rode kool naar de fabriek. Bij binnenkomst gaat de rode kool via een lopende band de fabriek in en begint de reis op weg naar het glazen potje. De kolen gaan via een zogenaamde walking beam naar de boormachine. Het hart van de kolen wordt eruit geboord. Dit gebeurt machinaal. De rode kool wordt gesneden, daarna gewassen en gelezen. Dat wil zeggen dat de rode kool wordt gecontroleerd op slappe bladeren, harde stukjes en andere ongerechtigheden. Daarna gaat de beste kwaliteit rode kool de blancheertrommel in en wordt ze gestoomd. Naast de rode kool is er een tweede productiestroom, het bereiden van de appelstukjes. De appels worden aangevoerd en vervolgens gewassen en geschild. Hier worden de klokhuizen uitgeboord en ook de appels worden gelezen. Dat wil zeggen streng gecontroleerd op beurzenplekjes, steeltjes en pitjes. De appels worden nu omhoog gezogen en vervolgen hun weg naar de snijder. Als de appels zijn gesneden, worden ze weer gecontroleerd en gewassen. Nu komen de beide lijnen van de rode kool en de appelstukjes samen. Eerst wordt de pot gevuld met de stukjes appel en direct daarna met de rode kool. De pot wordt afgevuld met een speciaal mengsel van kruiden volgens de hakreceptuur, dat is de opgiet. De potten worden gesloten, gecodeerd met de productiecode en productiedatum en gaan via een lange transportband naar de sterilisatietoren. De kleine potjes met het formaat 370 ml gaan de sterilisatietoren in gedurende 22 minuten op 115 graden. Aan het eind van de productieketen worden de potjes rode kool nauwkeurig gecontroleerd. Er vinden diverse controles plaats tijdens de eindcontrole. Lekgewichten, temperatuur en hardheid van de kool, pH, brix, zuurgehalte, kleur en smaak van het product, sluiting cap en codering. Na een opslagperiode van minimaal 2 weken worden de potjes geëtiketteerd, op pallets gezet en naar het eindproductenmagazijn gebracht, vanwaar de potjes rode kool met appeltjes hun weg vinden naar het bord van de consument. En zie hier, weer zo'n mooi product van Brabantse Bodem. Daar kunnen we trots op zijn. Dit programma werd je aangeboden door de Kamer van Koophandel Brabant.